Oké, zijn we allemaal ready? Welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag. Nee, even serieus nu, Bo. Het is vandaag vrijdag. En ik ben nu onderweg naar Kelly's huis. En dan zet ik even deze auto daar. En dan gaan Jeff, Kelly en ik richting Maalder even wat ontbijten. Rebecca komt daarheen en weet ik van wie er allemaal heen komt. En Jeff die lacht me uit. Oké, in ieder geval. En voor de rest heb ik even geen idee. Want ik moet erg veel doen voor de brunch. En morgen moet ik ook om 12 uur op de zaak zijn. Dus ik ga vandaag maar even alles doen. Qua blouses strijken en alles voor het hele personeel en zo. Dus ik heb wel wat te doen. Ja, ik heb veel te doen. Oh mijn god, dit worden 2 dagen. Hè? Morgen moeten gewoon echt al die tafels weer naar binnen voor... Omdat alles natuurlijk weg was gehaald voor die nieuwe vloer. Oh, en dan zondag die brunch. Ik ben er echt wel een beetje nerveus van, hoor. Ik heb echt nog nooit zoiets georganiseerd met iedereen. We hebben natuurlijk al vaak van die feestjes, van die dinnersongs. Maar dit is wel echt even wat anders. Maar oké, ik ben benieuwd. Leuk, leuk. Jullie zien mij zo in de Maalder. Hallo, mijn lief. Hallo. Ik heb geen goed licht. Wel. Enjoy your dinner, baby. Mijn excuses trouwens over hoe ik er vandaag uitzie. Ik lijk wel maar vlodder. Ik ga nu even al die witte blouses strijken. Voor zondag. En dan is het nu 4 uur. Dan ja, met een uurtje of zo gaan we naar Kelly toe. En dan moet ik even die matten bij haar in de haar zetten. Want ze heeft weer nieuw haar. Dus ze wil weer wat dikker, die gek. Maar oké. En dan hebben we besloten om met z'n allen te gaan eten. We probeerden bij Loetje te reserveren. Maar dat kon weer niet. Want dan zijn we alweer te laat. Dus ik hoop dat we niet heel lang hoeven te wachten bij het Loetje. En anders gaan we ergens anders eten. Even kijken. We gaan in ieder geval met een hele grote groep eten vanavond. Dus tot zo. Oké, ik ben dus nu bij Kelly. En ik moet me nog helemaal omkleden. Ik heb de haar wel gedaan. En voordat ik hierheen ging, lag mijn pakketje nog bij de Jumbo die me opgehaald. En kijk, ik had dus zo'n broek besteld. Met van die knoopjes die je helemaal los en open kan doen. Health Fashion Instagram loopt ermee. En ik dacht, ik wil ook even zien hoe die bij mij staat. Van Miss Empire. Ben benieuwd. Nou, dit kan echt niet, jongens. Mijn benen zijn weer veel te lang voor dit modelletje. Kijk. Krijg ik dat ding open? Heel mooi, jongens. Niet te geloven. Waarom staan dit soort dingen nooit bij mij? Ik haat dat, want op Instagram ziet het er zo leuk uit. Nou, daar zitten we dan. Bij de toiletten van het Loetje. Te wachten op een plaatje. Loetje. We moeten nog. Er staat geen tijd te wachten. Waarom is het vol in beeld altijd? Wij moeten nog een half uur wachten, denk ik. We kunnen ook hier eten. Bij de toiletten. En we zitten, ik heb lekker een keer tonijn, tonijn in de jus. Oh. Eet smakelijk, schatjes. Hey. Snelle jongens, die ze voelen me. We rijden nu naar Loefje toe. Wij zijn thuis en zoals jullie zien heb ik een masker op. Ik heb even een reinigingsmasker op die... goed mijn mee-etertjes reinigt, want het is nodig. En het is nu, hoe laat is het eigenlijk, schat?
Het is nog niet zo laat, toch? Is het al 11:30? Oh, het is alweer 11:30. Dus we gaan zo lekker slapen. En dan ga ik morgenochtend, denk ik, misschien nog even snel onder de zonnebank voor werk. En dan moet ik om 12:00 op mijn werk zijn. En dan gaat het allemaal weer beginnen. Dus, good night. Tot morgen. Morning. Kijk eens waar ik sta. In een brochette. En de vloer is af. Kijk hoe mooi. Mooi, hè? Morgen. Daar zie ik een heel lekker dingetje zitten. Oké, we gaan inruimen. Oké, het is nu 14:30. En kijk eens. Alle tafels staan gereed. En we hebben voor morgen ook alvast alle tafels neergezet voor die brunch. Dus dat is allemaal hoog hier in de serre. Kijk hoe leuk. Moeten we echt zo laat voor altijd? Collega's. Ik lul de hele dag tegen mezelf, hè? Wat is nu de bedoeling? Ik ga vanavond gewoon werken, dus ik blijf hier. We gaan nu even alles schoonmaken en doen. Dus, en dan dat dus, ja. Ik zie jullie zo. Kijk hoe vet. Hier wordt de Belvedere morgen ingeserveerd. En Shanna gaat het brengen. Oh ja. Jij mag hiermee lopen, Shanna. Nee, we zijn 12:00 verder en het is precies 12:00. Want ik was hier om 12:00. Het is nu 12:00. Kijk maar. Zien jullie? Ik lieg niet. En er zitten hier twee sletjes bij mij aan de bar. Rebecca Valkenberg is de naam en Kelly Loef. Jullie kunnen er... Bootje van de hoek. Oké, wat is de bedoeling? Ja, we moeten dus naar Jeffrey's feest nog. Oké. Gelukkig gaat de tijd een uur terug. Dus we kunnen een uurtje langer slapen. Daar ben ik echt heel erg blij mee op dit moment. Want ik moet hier morgen weer om 10:00 zijn. En ik denk dat het morgen ook een laatste uur wordt. Dus... Ik ga nu naar huis even snel iets fatsoenlijks aantrekken. En dan gaan we naar de Nova. Oké, we lopen nu op Leidseplein. En ik heb me gechanged. Kijk hoe leuk rood een keer. En we lopen nu naar de Nova. We waren even bij de Café de City. Maar we dachten, oké, we gaan wel gelijk naar de Nova. Mijn haar is plat, Harry. Jongens, dat willen we niet. Zo. Beter. Ja. Hi. Doei. Het is 2:00. Het is eigenlijk 3:00, maar het is 2:00. Je snapt wat ik bedoel. En we zitten bij Kristal. Lekker te vergeten. Dus iedereen die morgen tegen me praat, stink aan mijn bek, sorry. Hi guys. Het is nu in mijn gedachten 15:30, maar op de klok 14:30. Super chill. En morgen gaat mijn wekkertje om 9:00. En ik ben best wel een beetje nerveus voor morgen, maar het komt allemaal goed. We gaan gewoon knallen. En ik ben super benieuwd hiernaar. Spannend. Slaap lekker. Tot morgen. Een hele goede morgen. Het is 10:00 en we zijn onderweg naar de brochette. Bloesjes mee. Alles mee. Oh, stressing, gehaasting. Maar we zijn ready. Niet goed gestreken? Nee, man. Witte blouse strijk, jongens, is echt een drama. Helemaal mouwen. Ja, maar die stroop jij toch op? Ja, dit. Ja, dat heb ik met mijn blouse ook. Oké, zijn we allemaal ready? Ja. Even de zaak laten zien. Wat een hele witte tanden, wat mooi. Ja, niet normaal. Shannon, ben je ready? Kijk hoe mooi alles is. Het is alleen een beetje blauw, wacht. Kijk hoe mooi. De DJ boot. Ballonnetjes. Knapste jongen van Nederland. Geintje. Dat is deze. Was je nog onder de zonnebank gaan, schat? Ja, kijk hoe mooi ons bord is. Oh my god. Ik ben verliefd op mijn zaakie. Mijn zaakie. Oh. Martin, onze bewaker. Ben je er klaar voor, schat? Ben je knap, hè? Yeah.
jongens. Het is 9:30 en we zijn klaar. Het was echt geslaagd, hè? Echt top. Top. Jongens, was het geslaagd? Cheers to that. Hallo. Gasten, de toetsie. We hebben echt hard gewerkt met z'n allen. En ik ben nu schoor, hoor ik al. Bassie, proost. Jij hebt het ook heel goed gedaan. Ondanks dat je de hele avond op deze barclub hebt gezeten. Maar dat maakt niet uit. Hé, hey, Jeffrey, die heeft ook meegeholpen, schatje. Je hebt echt goed gewerkt. Nee, jij hebt echt hard gewerkt. Nee, jij. Nou, wij zijn beland in Dissinghof. Nog even een nabespreking. Oh, dank je, schat. Ik neem lekker kippetje. Schat, hè. Kijk eens, we zijn ook nog even teruggekomen. Zwaar even naar Tante Roosje toen wij aan het opruimen waren. We gaan nu lekker eten. Yo. Oh my god, wat een geslaagd feestje, zeg. Het is al 4:30. Ik heb de hele middag, ochtend, filmpje gezeten voor de brochette brunch. Ik heb me 2 vloggen edit. Nou, ik kan niet meer praten. Ik heb me 2 vlogs geëdit. Alles heb ik gedaan. Ik zag alleen dat ik nog mijn laatste vlog niet had afgesloten. Gisteren naar de zwarmetent ben ik... Doe eens normaal. Gisteren naar de zwarmetent ben ik gewoon lekker gaan slapen. Klopt dit is als je kijkt zo. Wil je dat echt? Hij is vet klein die van jou. Dat wil je echt niet. En ik ga nu lekker douchen. Dan ga ik met Jeffrey wat eten en dan ga ik werken. Naar eten? Ja. Wat wil je eten? Oh ja. Hallo, jij bent hier degene die het geld heeft verdiend, hoor. Ja, niet bang zeggen. Oké, dat maakt niet uit. Jongens, ik verwacht heel veel duimpjes onder deze vlog. Want hallo, die brunch was geslaagd. Dus alsjeblieft veel duimpjes omhoog. Was je niet bij die brunch, zorg dat je de volgende keer erbij bent. Want het was super dik. En ben je nog niet geabonneerd onder mijn kanaal, doe dat dan even. Tot van de week weer. Dankjewel voor het kijken.